Vandaag in Deventer Nu. Het nieuwe college gaat van start. Kunstproject in wijk 2. En bijzondere bolgewassen in Diepeveen. Het nieuwe college kan van start. Het college bestaat uit PvdA-wethouder Jos Piri, ADB-wethouder Margriet de Jager, VVD-wethouder Marco Zwart, D66-wethouder Mark-Jan Aanen en natuurlijk burgemeester Andries Heidema. Woensdag 21 april werden de wethouders beëdigd tijdens de raadsvergadering. Veel mensen waren aanwezig bij deze officiële ceremonie. Verklaar en beloof ik. Dank u wel. De heer Zwart. Dat verklaar en beloof ik. Direct na de beëdiging was het moment voor felicitaties. De Jager, Zwart en Aanen waren ook afgelopen maanden al wethouder. Voor Jos Piri is het wethouderschap nieuw. Eerste keer wethouder nu. Hoe lang ambieerde u dat al? Nou, het werkt niet zo dat je kunt zeggen ik wil wethouder worden. Dat gebeurt, dat overkomt je in zekere zin ook wel. Ja, ik heb me 5 jaar geleden aangemeld om in de raad te gaan zitten. En dan merk je dat je een aantal dingen kunt. Dat je invloed hebt als raadslid. En dan, als het goed loopt, dan komen dingen vanzelf. Dus je moet dat niet plannen, volgens mij. Dat werkt zo niet. En de afgelopen woensdag was dan het moment dat u beëdigd werd. Hoe speciaal is zo'n moment? Ja, dat is wel een heel speciaal moment. Want je maakt een sprong van een ene werk naar een ander werk. Je begint in een nieuwe werkkring. Een heleboel onbekende dingen. In dossiers die je van deel kennen, van deel ook wel eigen moet maken. Betekent ook voor je gezin natuurlijk iets heel anders. Ze worden er ook op aangesproken. Mijn twee oudste zonen van 11 en 8 jaar zaten ook op de tribune. Vonden het ook helemaal geweldig. Dat zijn best wel heel veranderingen in je gezinsleven. Ook het ritme van dingen gaat veranderen. Wij beginnen hier meestal 8:30, 9:00 op het gemeentehuis. Nou, vroeger trok ik om 7:30 de deur uit. En nu kan ik de kinderen naar school brengen. Dat is ook wel heel bijzonder. Je wordt nu nog meer aan deze stad verbonden. En als u over 4 jaar gaat terugkijken, want dat zult u ongetwijfeld gaan doen. Wanneer bent u dan tevreden? Als mensen ons waarderen voor wat we gedaan hebben. Ja. Ik hoop dat we na 4 jaar een situatie krijgen dat mensen zeggen van... Het is 4 moeilijke jaren geweest in Nederland, laten we daar reëel in zijn. Maar Deventer is er verdomd goed doorheen gekomen. Je hebt hier nauwelijks gemerkt dat we moeilijke jaren gehad hebben. Kinderen van de circuitschool in wijk 2 hebben afgelopen jaar meegedaan aan het project Kunst in de Klas. Afgelopen donderdag werden de kunstwerken gepresenteerd. Burgemeester Andries Heidema opende de tentoonstelling. Kunstenaars uit de buurt wilden graag meer contact met de kinderen en ouders uit de buurt en hen kennis laten maken met kunst en creativiteit. Kinderen hebben het afgelopen jaar 1 uur per week kunstles gehad van deze kunstenaars. Kinderen zijn bezig geweest met tekenen, maar ook met gedichten en verschillende materialen. Het project Kunst in de Klas. Waarom wilden jullie dat graag? Omdat wij in deze wijk ook wonen en ook zien de kinderen zien en ook zien dat ze zich dat ze heel erg energiek zijn en heel veel willen doen. En het leek ons een hele goede manier om ons kennis op een hele goede manier en ook een geïntegreerde manier hier op school om dat met die kinderen te delen. De kunstwerken hingen op 3 locaties en dus werd er gewandeld. Kinderen van groep 4 zijn enthousiast over het project. Wat vonden jullie het leukste? Vlinders maken. En jij? Met klei. Dat deden we de eerste kunst. En jij dan? Ik ook met klei. Hangt jouw vlinder hier? Ja, deze en die is van mijn vriendje en deze is van mij. Wat heb je precies gemaakt met klei? Zo'n rond ding, zo'n kettingding en dan zit zo'n 4 bij en dan kan je je naam opschrijven of zo. Met een schaar. Dit project is gefinancierd door de wijkaanpak. Mogelijk krijgt het project volgend jaar een vervolg.
Op de oude begraafplaats langs de Diepeveenseweg en het kerkplein in Diepeveen groeien bijzondere bolgewassen. Deze zogenaamde stinsenflora bestaat uit bijzondere bloembollenrassen die vroeger in parken en tuinen van buitenhuizen en begraafplaatsen werden geplant. Vaak zijn gebouwen in de loop van de tijd verdwenen, maar zijn de bolgewassen gebleven. En die planten deden het zo goed dat hier nu inmiddels zo'n kleine 100.000 holwortels staan, misschien nog meer zelfs. Nou, zie ik nog maar vrij weinig van de stinsenflora. Als we hier een week geleden hadden gestaan, dan was er nog één grote roze en witte vlakte geweest van alleen maar holwortels. Maar nu dringt het fluitenkruid op en heel langzaam verdrinkt hij de holwortel. En de holwortel zal over een week of vijf totaal niet meer zichtbaar zijn. Zo snel kan het gaan in de natuur? En zo snel kan het gaan in de natuur, ja. De gemeente heeft de Stichting Natuur Anders de opdracht gegeven de bolgewassen in Diepeveen te onderhouden. Het belangrijkste doel van het onderhoud is het in stand houden van de populatie holwortels. Omdat die dus niet alleen uniek is voor Deventer, maar ook uniek voor Nederland. Het is een van de drie plekken in Nederland waar de holwortel zo massaal voorkomt. Stichting Natuur Anders heeft nog een tweede doel. Het werken met bijzondere mensen. De andere rol van de Stichting Natuur Anders is de opvang van bijzondere mensen. Mensen met verstandelijke handicaps, mensen met psychiatrische problemen, mensen met sociale problemen, zoals mensen in een eindtraject van verslavingszorg en andere bijzondere groepen in de maatschappij. Deventer doet mee aan de Entente Floraal en strijdt dus voor de titel Groenste Stad van Nederland 2010. Het behoud van bijzondere flora en de inzet van vrijwilligers speelt hierbij een belangrijke rol. Stinsenflora in Diepeveen is hiervan een perfect voorbeeld.